Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij, LVV, heeft vandaag een drietal broodvruchtplanten, man van woord of brede boom, geplant op het terrein van de Stichting Ontspanningsoord voor Gehandicapte Kinderen, SOGK. Deze activiteit is een onderdeel van de voorbereidingen in het kader van de Dag der Agrariërs en Wereldvoedseldag. Minister Rawin Parmisser heeft ook een landbouwpakket overhandigd als ondersteuning naar de organisatie toe en ter versterking van hun voedselprogramma. De stichting heeft om technische ondersteuning van LVV gevraagd. De bewindsman heeft reeds opdracht gegeven aan het onderdirectoraat landbouw om bijstand te verlenen aan SOGK, die zich bezighoudt met het begeleiden van en zorgen voor kinderen met een beperking. Daarnaast wordt ook voor ontspanning gezorgd door activiteiten te organiseren voor deze doelgroep. LVV-minister Rawin Parmisser heeft samen met zijn collega's Antoine Elias van Volksgezondheid en Lilian Ferrier van MINOC deze activiteit uitgevoerd.